schatje, we zijn er. Juist op tijd om naar de messen te gaan. Ja, ben ik wel niet zo gelovig, wij. Kom, we zijn deuren. Kijk wie daar komt! Wist je dat de tetten van de koningin niet echt zijn? Otmar je mullen! Waarschuwt liever Janssens dat ze er aankomen. Oké. Janssens, appapas, ze zien dat. Oké. Doe snel die poort open. Ja, want de messen gaan bijna beginnen. Oké. Oké. Ha, we zijn er. Wacht een keer, de klokken luiden al. Mongi, kom de keer hier. Hallo, het is kids, echt de rits. Mongi, doe die paarden weg. Ja, want de messen gaan beginnen. Huh, ik hou mijn paardjes, kom paardjes. Kom, we zijn deuren. En durf niet in slaap te vallen in de kerk, hè? Ja, ja, vrouw Mens. Ja, ja, ik ga je in toog houden, hè? Oh. En toen kwam Achmatheus en hij zei: bedankt voor die bloemen, maar ik heb er al gekocht. En uit dit verhaal kunnen wij leren: al heb je tweemaal hetzelfde ding, wees content met wat u hebt. En de tweede parabel, waarover ik het nu zal hebben, gaat over een jongen die zijn drie kippen kwijt was in de moerassen van Jeruzalem. Hé, hey, jullie daar, jullie zijn te laat. Maar ja, ik heb Georgette in de kom naar de zee. Ik ben Georgette en ik heb gisteren drie kaaskroketten naar beneden in de smoler. En weet je wat het eerste daarvan was? Het waren innerlijke slechte kroketten. Man, echt slecht. Maar ja, dat was dus wel van een drie sterren restaurant, hè? Gelukkig is het een kerk van vergeving. Ga maar zitten.